En wij proberen eigenlijk bij al die meiden gewoon positieve klei in de oren te stoppen, waarmee ze een positief zelfbeeld creëren. Ex-profvoetbalster Rocky en nationaal kickboxkampioen Huda willen met stichting Van Vela Street jonge meiden inspireren om hun eigen rolmodel te zijn. Dit doen ze door middel van workshops en sport. Ja, Van Vela Street is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Huda en ik zijn onder andere de trainers. Een aantal van de trainers lopen hier ook rond. We creëren een nieuwe generatie rolmodellen met de kracht van straatvoetbal en kickboksen. En dat doen we hier in Bossen Lommer. Het is een hele leerzame project. Het is ook heel leuk. Het is ook alleen met meiden, dus je voelt je ook gelijk even comfortabel en thuis. Ik zocht echt een organisatie dat alleen voor meiden is. Zeg maar, dat was ook handig voor mij. En het is ook echt gezellig en zo, en het is ook helemaal gratis. Van Vela Street is speciaal opgericht voor meiden met een niet-westerse migratieachtergrond. Waarom het dus ook zo belangrijk voor deze meiden is, is dat je toch soms 1-2-0 achter staat in de maatschappij. Vanwege misschien de manier waarop je eruit ziet, je religie, je huidskleur, al die dingen spelen toch een rol. En dat heeft ook effect op je zelfwaarde. Wij proberen eigenlijk bij al die meiden gewoon positieve klei in de oren te stoppen, waarmee ze een positief zelfbeeld creëren. Wij werken heel erg met die groeimindset. Jij bent iemand en je kan iets. We hebben gekeken naar hun doelen, wat willen ze graag bereiken. Nou, iemand wil kinderarts worden of dokter of iemand wil in het onderwijs werken. En we hebben echt gekeken van welke professionals hier in Nederland kunnen wij koppelen aan deze meiden met wie ze echt kunnen sparren. Waar zij ook naar opkijken. Badr Hari kwam laatst ook en hij is een kickbokser. En sommige meiden hier ook houden ook van kickboks. Dus voor hun is ook een rolmodel. Dus je leert ook mensen dat je denkt van, ik kan het ook. Je leert hoe je zeg maar een rolmodel moet zijn. Dus jij leert nu van bijvoorbeeld Rocky en Huda. Je leert ook zeg maar hoe je dat moet overbrengen aan de volgende generatie. Dus aan kinderen die jonger zijn bijvoorbeeld dan jou. Maar wat leren ze hier, wat ze niet op school leren? Eigenlijk op school leer je natuurlijk een vak of je leert misschien iets van een beroep. Maar ik denk dat je hier vooral leert wie je bent. En dat je iemand bent en dat je, ja, dat je iets dus kan. Omdat ze dus te vaak horen wat ze niet kunnen. Ze helpen je echt met je doelen nakomen en wat je wil bereiken. En de coaches zijn voor mij wel echt een goede band heb ik met hen. Door de coaching durven veel meiden nu groot te dromen. Ik wil later het liefst chirurg worden. Misschien hartchirurg, maar ik twijfel daar nog aan. En daarnaast wil ik zeg maar nog vrije tijd voor een eigen bedrijf. En wat is de droom van de coaches? Dat ze naar school blijven gaan, dat ze het goed doen, dat ze zich beter in hun vel voelen. Al was dat echt een hele grote uitdaging de afgelopen tijd. Daarom is het super belangrijk dat dit programma bestaat.